net al even zei, we hebben vanochtend in de sessie ook een bewustwordingsvraag gecreëerd. Hoe vulnerable wij eigenlijk zijn op het gebied van security. We zien ook de complexiteit die daarin optreedt. En dat betekent ook dat we vendoren aan elkaar moeten gaan verbinden. Om technologieën ook op security vlak aan elkaar moeten gaan verbinden. Om daar een juiste invulling in te geven. Wij richten ons meer aan de achterkant. Hè. Als de data eenmaal binnen is, hoe kun je het dan beveiligen? Een heel goed voorbeeld daarvan is onze virtual labs, waarmee wij virtual machines kunnen opspinnen. Het grote voordeel daarvan is dat je bijvoorbeeld in het geval van patch management kan gaan testen of de patches die je wil gaan uitrollen, of die voldoende veilig zijn. En dat doe je in een afgesloten omgeving. Op het moment dat het inderdaad heel veilig is, dan kun je ze releasen naar de productieomgeving. En zo dragen wij ons steentje bij. We hebben bijvoorbeeld met Cisco zijn we het afgelopen jaar druk geweest om security rondom je mobile devices. Dus wat we gezien hebben daarin is dat Cisco, dat we een aantal Apple partners, zo moet ik het zeggen, hebben gecertificeerd rondom de Cisco security propositie. Zodat we dus binnen het gebruik van mobile devices de security goed ingeregeld krijgen. Nou, we konden een jaar geleden of anderhalf jaar geleden niet voorstellen dat Apple partijen specifiek mobile telefoonpartijen op security gingen certificeren. Dus dat is een voorbeeld. We zien het ook tussen Trend Micro en Microsoft bijvoorbeeld. Dat we bepaalde endpoint solutions binnen Microsoft omgevingen in aan het richten zijn. Zodat we daar ook een volledige solution kunnen creëren. Nou, TechData is natuurlijk een van onze belangrijke distribution partners in Nederland. Die ook weer trainingen kunnen verzorgen, expertise kunnen leveren aan verschillende partners. Het is natuurlijk ook belangrijk dat TechData zich bezighoudt met een aantal managed services die ze kunnen leveren. Voor partners die misschien niet in staat zijn om dat zelf te ontwikkelen. Het gaat niet alleen maar meer om het implementeren van een doosje en het leveren van een doosje. Maar ook wat ga je nou uiteindelijk met dat doosje doen. Dat doosje gaat output leveren. Dus de services daaromheen worden steeds belangrijker voor organisaties, ook voor klanten. Om daadwerkelijk een stukje ontzorging te kunnen doen. Nou, dat is iets waar TechData uitermate goed bij kan ondersteunen.